Er wordt archeologisch onderzoek gedaan op het terrein tussen de havendijk, Echtotse dijk en het fabriekslandje. In verband met de bodemverontreiniging zullen de onderzoekers hun werk doen in beschermende kleding, ook wel witte pakken genoemd. Er worden vanaf de havendijk tot aan de watertoren vijf sleuven gegraven. De werkzaamheden worden naar verwachting in oktober afgerond. De gemeente en Synchroon zijn in overleg over de ontwikkeling van het terrein. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek zullen medebepalend zijn voor de mogelijkheden en het vervolg. Wethouder Driessen heeft eerder aangegeven op het bewuste terrein met een alternatief plan te komen om ter plaatse een parkeerterrein te creëren.